dat we ook tenminste in staat zijn om 20 minuten basketbal te spelen. Dus ik vraag me nu af wat we met die andere 20 minuten gaan doen. Eerst en vooral feliciteer ik natuurlijk Roel, die er uiteindelijk wedstrijd na wedstrijd moet opdagen eigenlijk. En altijd die volle concentratie moet kunnen behouden. Ik denk dat de eerste helft niet echt goed gelukt is. Maar de tweede helft heeft Antwerpen eigenlijk hun waarde gelaat getoond. En dan zijn we echt, bij manier van spreken, kopje onder gegaan. Dus, we hebben nooit de slagkracht gehad die we in de eerste helft toch redelijk toonden. Hebben we de tweede helft niet meer kunnen opbrengen. Dank u. Wat is uw analyse van? Ik kan grotendeels akkoord gaan. Slechte, trage eerste helft van ons. Wij weten dat Aalst een ploeg is met zeker individueel toch wel wat kwaliteiten, zeker in de one-on-one. Als je de eerste helft keer na keer geklopt wordt, help defense was er ook niet, maar 24 punten laat maken in je paint en twee keer een quarter eindigt met drie ploegfouten, dan was je niet scherp. Tweede helft was dat weer helemaal anders, waren we wel defensief, alert. Begonnen we ook de defense te spelen voor onze man de bal had en niet nadat hij de bal had. Ik denk dat dat ook een groot verschil is. En dat brengt iedereen in een bepaalde status, een bepaalde motivatie waar het spel gewoon ook aanvallend gemakkelijker gaat. Meer ritme. Dus heel tevreden over de tweede helft. Over de druk op de aanvallende rebound ook. Weer de balmovement met assists en 6 turnovers, dus dat is ook positief. Heren, zijn er vragen? Kinsley? Dudzinski? En Thomas? Lee, Kingsley, Tate.